Anwar, ik denk dat jullie met een normaal fluitende scheidsrechter een heel ander resultaat hadden behaald. We moeten gewoon respect hebben voor de scheidsrechter. Hij is gewoon natuurlijk de baas en we moeten gewoon zijn keuzes accepteren. En ja, ik wil het niet op de scheidsrechter afschrijven. We moeten gewoon naar onszelf kijken. Ik vind dat we er alles aan hebben gedaan. En jammer genoeg hebben we 2-0 verloren. Ja, maar dan kan je toch ook bedenken, van, dan is dat natuurlijk dat moment dat jij wordt neergetrokken in de 16? Of wat gebeurde daar precies? Ja, de bal ging net voorlangs. En toen struikelde ik over Busquets en jullie allebei heen. En waarna ik een knietje kreeg op mijn hoofd, dat deed wel behoorlijk pijn. Was dat een penalty in jouw oog? Dat weet ik niet, dat weet ik echt niet. Het ging zo snel dat ik niet eens meer weet wat er gebeurde. Het enige wat ik wist is dat ik wel eventjes last van mijn hoofd had, ja. Want je blijft liggen en dan is het normaal dat Barcelona hem uitspeelt. Hè? Die fantastisch voetballende ploeg die hem dan niet uitspeelt, dat is één. En dan legt de scheidsrechter ook het spel niet dood. Ja, ik was even duizelig, dus ik wist ook niet wat er gebeurde. Ik hoorde alleen maar een fluitconcert. Dus ja, ik heb het niet gezien. Ja, omdat iedereen dacht van, wat gebeurt hier? Ja, ik zag, toen ik opstond zag ik ook dat er een vrijtrap aan de andere kant was. Dus ik moest zo snel mogelijk terugsprinten. Nou ja, goed, en dan vlak daarna die goal. Dat is echt zo balen, want jullie waren echt goed. Ja, zeker. De eerste 5 minuten waren we een beetje zenuwachtig. Maar daarna hebben we ons echt eroverheen gezet en gingen we er vol voor. En we hadden goed onder druk gezet. En het is wel heel erg jammer dat er dan zo'n tegendoelpunt valt. Ja. Wat mij dan ook wel opviel, dan vlak daarna gaat een speler van Barcelona zitten in het strafschopgebied. Want hij heeft dan ook even last. En dan ligt de scheidsrechter het spel meteen neer. Meteen dood. Ja, dat kan best. Misschien had hij last van zijn hoofd, dan mag het. Ja. Een beetje twee maten vond ik het. Ja, ik weet niet. We moeten gewoon accepteren. En de scheidsrechter heeft beslist. En we kunnen het niet terugdraaien. Nee, keurige antwoorden. Nee, en dan heb je Milik die dan op de paal kopt in de tweede helft. Ja, zeker. Dat was een hele grote kans. En helaas, die kon er zo mee ingaan. Toen stond het voor mij nog 1-1. Dat was helaas niet gebeurd, maar zo zie je maar weer dat we gewoon vertrouwen in hadden. Dat het gewoon mogelijk was om nog te scoren. Nou, in de tweede helft, of in die rust bedoel ik, heb je dan nog iets tegen elkaar gezegd in de kleedkamer? Nee, de trainer was gewoon heel erg trots op ons. En hij verwachtte dat we gewoon door de tweede helft ook moesten spelen. En dat we gewoon zo door moesten blijven gaan. En dat er dan gewoon nog wat te halen viel. Ja, maar na die rode kaart was het wel voorbij, hè? Ja, zeker. Daarna kwam met 10 man. Dan is het wel heel moeilijk om tegen Barça te spelen. Ja. Hoe kijk jij nou terug op deze wedstrijd? Ja, aan de ene kant ja, hebben we er alles aan gedaan, dat wel. Maar toch balen dat ik dan ook net te horen kreeg dat we dan niet meer door kunnen gaan. Dat we alleen nog maar voor de derde plek kunnen spelen. Ja. En nu moeten we gewoon voor de derde plek spelen. En dat hebben we in eigen handen. Ja. Nou ja, dat is dan toch een troostprijsje. Of, ja, wat is dat dan? Ja, ik vind dat we gewoon professioneel hiermee om moeten gaan. En gewoon voor de derde plek om Europees voetbal te spelen.